De politie vraagt op verzoek van de procureur des Konings van Tongeren en de onderzoeksrechter om volgend opsporingsbericht te verspreiden. Op woensdag 6 februari 2013, rond 17:45, werd een gewapende overval gepleegd op juwelier Merken, gelegen aan de Vizé-Steenweg in Riemst. Twee vermomde daders met pruik, bril en valse snor kwamen gewapend met een zwart pistool de zaak binnen. Verschillende mensen werden gegijzeld en gekneveld met kabelbinders. De slachtoffers werden opgesloten in een ruimte achter de winkel. Eén dader bewaakte de gijzelaars, een tweede stal de juwelen en een derde dader bleef buiten zitten in een gestolen grijze Peugeot 407 SW met nummerplaat 1ABK 676. De daders staken de buit in een grote zwarte boodschappentas en vluchtten weg in de richting van Vizé. De eerste dader is blank en ongeveer 1,70 meter lang. Hij is vermomd met een zwarte snor, pruik en bril. Hij droeg een zwarte lederen vest en handschoenen. De tweede dader is ongeveer 1,80 meter lang en heeft zich ook vermomd met een zwarte pruik, snor en bril. Hij droeg een zwarte winterjas en eveneens handschoenen. De daders spraken onderling een vreemde taal en met het slachtoffer gebroken Frans. Op dinsdag 29 januari werden de twee verdachte personen al opgemerkt in de juwelierszaak. De wagen die werd gebruikt bij de overval werd ondertussen teruggevonden in het Albertkanaal in Luik. Herkent u deze mannen of weet u meer over de feiten? Neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 30 30 0.